Ik bel. Dus hij moet niet bellen, zij moet niet de politie bellen. Welkom bij de Prankshow mensen, mijn naam is Calvijn. En in deze serie neem ik bekende mensen in de maling door middel van een verschrikkelijke prank. En in deze aflevering is mijn slachtoffer... Fabiola Volkers. Fabiola is bekend van... Ja, ik weet eigenlijk niet. Ze is gewoon Fabiola, weet je. The one and only. Oké, tijd voor de prank. Fabiola komt vandaag naar dit gebouw, want zij denkt dat ze een meeting gaat hebben over haar eigen documentaire genaamd Fab. Nou ja, misschien wordt die documentaire wel gemaakt, misschien wel niet, we weten het niet. Maar waar het vandaag echt om draait, is deze ruimte. De studio van producer Davide, de Italian producer. Ciao. En he doesn't really speak Dutch, but he understands a little bit, dus dat komt helemaal goed. Davide is ook verslaafd aan iets. En uiteindelijk neemt hij daar iets te veel van en dan gaat het allemaal verkeerd. En dan gaan we kijken hoe Fabiola reageert. Ik ga klaarstaan, want ze is er bijna. Welkom. Ja, bedankt. Hi, ik ben Emma. Hi, Fabiola. Je mag het via Hockey. Ja, Fabiola is binnen. Ik kan wel een beetje meeluisteren, dus ik ga gewoon luisteren. Nou, heel fijn dat jullie er zijn om het even te hebben over de docu. Heb je er zelf ideeën bij? Ja. Wat mij interessant lijkt om te filmen, hoe ik zeg maar in het dagelijks leven ben. En dat het totaal anders is dan hoe ik op Instagram profileer. Wat we eigenlijk wilden voorstellen, is dat we dit ook al filmen. Als het doorgaat, dan hebben we dit al. Vandaag hebben we natuurlijk weer acteurs en actrices. Kim speelt de documentairemaakster. Die wil natuurlijk heel graag een docu maken over Fabiola. Dit is Bram, de cameraman. Is ook echt cameraman. En jij wil eigenlijk vandaag al een stukje filmen voor die documentaire. Dus we moeten haar daar heel warm voor maken, want dat is belangrijk. Want Bram moet ervoor zorgen dat het ook allemaal goed op beeld is. Daar begint het. Er is nog iets anders vandaag. Een vriend van mij die is producer en die is hier vandaag aanwezig. Oh. En die is bezig met een nieuwe film. En die zoekt nog mensen om dat in te spreken. Oh, dat lijkt me wel vet. Ik heb het nog nooit gedaan. Zal ik hem nog even bijhalen? Ja, is goed hoor. Ja? Dit is Mark. Mark is filmproducent van een film genaamd... Sing 2, inderdaad. Dat is een animatiefilm en daar speelt een varkentje in. Rosita. En Rosita moet worden ingesproken door Fabiola. Inderdaad. Nou, daar wil jij haar graag voor hebben. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we dat ook alvast kunnen filmen voor de docu. Dus als het goed is, gaan we dan met z'n allen de studio in. Hi, hey, Fabiola. Hoi, aangenaam. Ik zo doen. Yes. Goedendag. Het zal gaan om de rol van Rosita. Dit is het varkentje. Oh, cute. Mooi. Dus als jij zin hebt, dan kunnen we... Ja, is goed hoor. Even de studio in en gewoon wat dingetjes proberen. Ze gaat de stem inspreken. Ze gaat gewoon proberen. Gewoon de studio in, leuk. De studio. De studio. Dit is David. Hi, Fabiola. Hi, Fabiola. Dit is... hebben we in laten vliegen vanuit Italië. Oh. Hij is, als je de geluidsman wil hebben, dan moet je bij David zijn. Hij doet eigenlijk van alle blockbusters die in Nederland uitkomen, doet hij altijd de geluid, de productie daarvan helemaal. Dus okay. Hebben we de beste man in huis gehaald. Hij verstaat wel redelijk Nederlands, maar spreken is een beetje Engels-Italiaans. Ja, dus, okay. Maar daar komen we wel uit. Oké, let's go, 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 go. Ze zitten nu dus in de studio, we moeten niet te veel lawaai maken. Okay, what's gonna happen? We're gonna do some testing for your voice. Yes. You're gonna speak into the mic. You're gonna put on the headphones. Mm-hmm. And you're gonna hear us talk. Hopelijk heeft Fabiola er helemaal zin in. Die denkt, oh, ik ga in een film spelen, wordt helemaal fantastisch. Die gaat hier staan, doet zijn koptelefoontje op en dan moet zij natuurlijk. Wat moet ze doen? Okay, Fabiola, zeg bijvoorbeeld, ik ben een varkentje en ik ben heel erg blij. 3, 2, 1. Ik ben een varkentje en ik ben heel erg blij. Ja, is lekker. Heel goed. Probeer er nog iets meer energie erin te gooien. Oké, is goed. Ik ben een varkentje en ik ben heel erg blij. Ze doen het nog best aardig. Ze doen het best gewoon prima. Misschien krijgt ze wel echt een rol hierdoor. Ik ben een varkentje en ik ben heel erg blij. Ik ben een varkentje en ik ben boos. You sound really happy. Echt? Yeah. Yeah. You got that right. Yeah. You need to imagine something bad happened to you. Oké, ja, ze zijn nu gewoon aan het kutten in die studio. Ze zijn gewoon een vark aan het naspelen. Ja, je moet iets blijer, iets bozer. Ik ben een varkentje en ik ben heel erg boos. Dat boos mag ook even boos. Ik ben een varkentje en ik ben heel erg boos. Ik ben een varkentje en ik ben heel erg boos. Aan het best wel fysiek mag doen. Ik ben een varkentje en ik ben heel erg boos. Perfect. Ik ben hier weer aan het dat je zo'n varkentjes geluid kan maken. En als je je neus zo omhoog houdt met je vinger,
kan je zo, de neus, als je de neus om iets omhoog doet, het helpt je bij dat fysieke, maar twee, het geeft je ook meer lucht. Als het goed is, staat nu de voice-over van de animatiefilm. We hebben wel genoeg gehoord, laten we het zo zeggen. Maar David heeft op dit moment een geniaal idee. Ja, yeah. I made a track. Well, yeah. I didn't make a track because it's not finished, but I made a setup because I couldn't sleep in the airplane. It had a kind of, you know, J Balvin? Yeah. Okay. Yeah. So yeah, it has love. This vibe, and I was planning on, you know, work continue in the studio and send it to him maybe. It's really simple, but it's gonna end fantastic, if you can see. Oh, arme meid. Ze is wel al gewoon een soort van aan het zingen nu. Normally in tracks like this, you need to go all out. Yes. You know, just go nuts. Go nuts? Go to the extreme. Really? Okay. Oké, Fabiola is lekker bezig, even dingen opgenomen, die krijgt instructies en dan komt David even binnen en die heeft iets bij zich. En wat is dat? Een envelopje. Daar zit poedersuiker in. Maar we gaan het laten lijken alsof dat cocaïne is. En dat is natuurlijk niet goed voor je, dus doe dat dan vooral ook niet. Maar David is een beetje de gekkie. David speelt alsof hij verslaafd is aan poedersuiker en die neemt hier een klein beetje poedersuiker in zijn neus. En wat zeg je dan tegen haar? Don't tell anybody. Ze doet gewoon alsof ze het niet ziet. I know this one in Dutch. Tegen niemand zeggen. The mic's off, yeah. So they don't hear me. Okay, let's still go. Going strong. Let's go. Ze zegt gewoon niks van. Hey, let's go! Ze heeft wel scheid. Ze heeft wel echt scheid. Ze doet gewoon maar wat. Het is wel echt hard. I like Fab Fab as a title. Do you know also what means Fab Fab? Fab Fab. Dat means it. Oh, oh my god. Fabiola heeft het wel naar zijn zin. Ze vindt het echt leuk. Lekker in de studio. Fab Fab Fab. Daar gaat ze. Ze gaat het doen. Fab Fab Fab. Cigarettes, I don't need them. Oh, it's hot here. Yeah, okay, I'm sorry. You were dancing like crazy, are they? Burn hard, play hard. Let's not discuss it over there. No. Okay. Nobody. Yeah. I see nothing. Kids, geen drugs gebruiken. Laat het een voorbeeld zijn. Deze man krijgt straks een overdosis. Het is niet chill, het is fucked up. Maar Fabiola denkt gewoon, oké, yeah, I will tell nothing. You ready? Yes, I'm ready. Yeah. Let's go. Oh, she's ready. Now she's on fire. Okay, let's go. Ay ay ay. Ay ay ay. Wow. Super nice. This is fucking amazing. One more adjustment. Okay. I put off the mic and then we're gonna continue. Okay. Yeah? Space. Oké, we komen ongeveer bij het einde van de prank aan. Dit is het hoogtepunt. David is namelijk al een aantal keren binnengekomen. Die heeft al een paar keer laten zien dat hij toch wel redelijk drugsverslaafd is. Jij neemt nog één keer drugs en dan krijg je een overdosis. En dat ziet er een beetje zo uit. Laat maar even zien, snel, in vluchttempo, inderdaad. Begint hij een beetje te trillen, een beetje te schuimbekken. En wat er vanaf dat moment gebeurt, ik heb geen idee. Fabiola zit er vlakbij. Deze mensen hebben niks door. Begint ze te gillen, rent ze weg of vindt ze het heel normaal? We gaan het zien. I'm not here today. No. You seem so relaxed with the situation. It's normal. Actually, here in Amsterdam. You think she hurt me? No. Okay. I think she comes back. Last one. Hello? What? Oh my god. Oh, ik bel. Telefoon. Nee, zij moet niet bellen. Zij moet niet de politie bellen. Ik bel. Dat is zo verkeerd. Rust op je hand. Ja? Ik spring even. Bel jij? Ik ben Farah. Die heeft hier iemand. Blijf zo liggen. Gaat ie? Rustig aan. Heb je Fabiola? Haal je hoofd goed. Haal je hoofd goed, jongen. Kom op. Rustig. Volgens mij is dit een prank. Dit is grappig. Ik heb jullie door. Dit was ook zo raar. De snap. Oké, Fabiola is weggegaan.
Hallo? Ah! Ah! Ik hoor je op de pot! Ja, ik ga je echt slaan! Zo, ja! Ik ben echt erg! Oh shit! Ik haat jou! Ja, je hebt wel een hit gemaakt net. We kunnen het gewoon uitbrengen hoor. Dus... Nou ja, applaus voor Fabiola. Ja, geweldig. De prankshow gaat door. Wie moet ik volgende week pranken? Laat het hieronder weten in de reacties. Tot volgende week.